Daar is 1-5-1 en dat doet Wiel Ravenas. Horus van der Wouwens één keer genoeg neer met de tweede plaats. Maar hij moet denk ik in de finale hetzelfde groen. Hij gaat hier als tweede de bocht in. En daar is een gegeven moment met de klussenkrom. Steady Welling. Hij wacht in de marge, reed hij heel erg goed. Half reed hij ook sterk. Hij heeft hier positie nummer 3 aan. Ze lijken hem los. Ik denk een klein valpartijtje in de bocht. De achter een grotere laatste bocht. En hij is precies in 4 handen voor wind. En 5 is voor Sasperink. De bochtenspecialist. Maar ja, daar heb je nog heel weinig aan als je zo'n groep gehad hebt. En dan komt Maurits van der Waal. Hij gaat er aankomen. Ravenas moet uit oppassen als hij van der Waal nergens komt. Hij heeft in ieder geval het tempo goed opgevuurd. De druk ligt erop. Het lijkt nog een nieuwe Ravenas te zijn die de overwinning mee gaat nemen naar de losproeters.